Nou, vannacht mag ik het woord brengen. En ik ga het met jullie hebben vandaag over het gevoel en ons geloof. Het gevoel en ons geloof. Want ik heb eigenlijk een vraag aan jou. Voel jij het nog wel, je geloof? Voel je het? Word je helemaal warm van binnen als je denkt aan jouw redder? Als je denkt aan de Heere God, wat hij voor jou heeft gedaan? Springt er dan iets binnenin jou op? Word je daar helemaal blij van? We hebben het soms over die eerste liefde die als je tot bekering komt, dat je dan voor de Heere God hebt. Dat je dan zo'n gevoel hebt, zo'n liefdesgevoel voor God. Misschien zit je nu eigenlijk wel in een hele andere periode van jouw leven. En voel je er eigenlijk misschien helemaal niet zo op die manier hele warme gevoelens bij. Maar als je het niet voelt, is het er dan nog wel, je geloof? Is je geloof er dan nog wel? Sommige periodes van je leven kan je God zo dichtbij voelen. En andere periodes kan God juist zo ver weg voelen. Maar is God dan ook zo ver weg? En sommige periodes gaan misschien bidden en Bijbel lezen echt helemaal vanzelf. Elke dag ben je enthousiast. Je kan niet wachten tot dat weer dat moment is dat je je Bijbel kan lezen, dat je kan bidden. Het geeft je zo'n troost, zo'n energie. Je luistert alleen naar christelijke muziek, worshipmuziek. Je bent aan het worshipen de hele dag in de auto of thuis. Het geeft zo'n zekerheid, zo'n rust. Je geloof is dan eigenlijk sky high, als ik het zo mag noemen. Maar een paar weken later of een paar maanden later, dan besef je ineens, hey, heb ik dat gevoel nog wel daarbij? Bid ik nog wel zo vurig? Of is mijn Bijbellezen misschien een beetje routinematig geworden? En kijk ik even hoeveel tijd ik die dag heb? Je geloof is eigenlijk helemaal niet zo sky high. Noem het maar eigenlijk gewoon earth low, om het even daar tegenover te zetten. Maar als je het dan niet voelt, is het er dan nog wel, je geloof? En als je niet die warme gevoelens van eerder hebt, betekent het dan dat je dan eigenlijk geen echte christen of geen echte gelovige op dat moment meer bent? Het zijn eigenlijk allemaal vragen. En vandaag wil ik deze vraag eigenlijk met jou samen behandelen. En gaan we daar doorheen. Want misschien heb jij ook wel eens dat soort gevoelens die dan kunnen komen. Nou, één Bijbeltekst, die is best wel lang. Maar die wil ik eigenlijk even als eerste lezen vandaag. Het staat in Efeze 3, vers 14 tot en met 19. Die gaan we samen lezen. Daar staat, daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen. In de hemel en op aarde. Hij is ook ons voorbeeld dus. Want wij leven op aarde, toch? Dan bid ik dat hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen. Door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen. Door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Jezus is. Dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God zelf. Nou, ik wil de nadruk eigenlijk leggen op één zin die we net hebben gelezen. En daar staat, want dan zal Christus in jullie hart wonen door geloof. Dan zal Christus in jullie hart wonen door geloof. Dus niet door je gevoel, maar door geloof. Dus door het geloof. Wat is dan geloof precies? Nou, dat staat ook heel mooi in de Bijbel beschreven in Hebreeën 11 vers 1. Daar staat, het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijk zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Het bewijs van de dingen die we nog niet voelen. Dat is het geloof. Het is dus een zekerheid. Geloof is een weten. Geloof is een overtuigd zijn van. En als er één ding is
Wat ik in ieder geval, waar ik in ieder geval overtuigd van is, ben, dat is dat mijn gevoelens vaak alle kanten op kunnen gaan. Ik weet niet of dat bij jou ook het geval is, maar mijn gevoelens kunnen vaak alle kanten op gaan. De ene keer vol in het geloof, de andere keer lijkt het, dan ben je misschien in het dal en dan denk je, maar waar is God? Want ik weet niet meer hoe ik door moet gaan. Dus zo kan gevoel continu veranderen. Maar jouw geloof is dus een zekerheid. Niet gebaseerd op je gevoel. Maar het is een zekerheid. Het is een overtuigd zijn van. Het is een weten. En die zekerheid waar Hebreeën het dus over heeft, dat die komt niet via jouw hart. Maar die komt via je verstand. En jouw verstand mag iedere keer weer op jouw hart drukken. Je geloof. Je bent van God. Door je geloof. Jezus woont in jouw hart door je geloof. En dat is zo omdat God zelf dit zegt. En hij leert dit ook aan ons. Dus geloof, die geeft eigenlijk de zekerheid die jouw gevoel heel hard nodig heeft. Want ons gevoel zegt vaak wat anders. En als je twijfelt en als je onzeker voelt en als je gevoelens letterlijk alle kanten op gaan, dan mag je jouw verstand aanspreken en het oproepen om je hart van jouw geloof te overtuigen. Jij bent van Jezus. Dat wil ik nog een keer herhalen. Dus als jouw gevoelens allerlei kanten opgaan, dan mag je jouw verstand aanspreken en oproepen om je hart, waar je gevoelens zijn, te overtuigen van jouw geloof en wat God zegt in zijn woord. Ik ben van Jezus. Ook al voelt het misschien echt niet zo. Ook al lijken de omstandigheden ook echt niet zo. En ook al kost het moeite om dat te doen. Ook al voelt het helemaal niet als een natuurlijke emotie op dat moment. Dan mag je dat alsnog doen. Dus jij mag jouw verstand oproepen om op jouw hart jouw geloof te drukken. Dat wat het woord zegt en wat God zegt over jou, dat dat de waarheid is. Nou, wat zeggen onze gevoelens dan precies? Wat voor soort gevoelens kan jij hebben? Nou, als je voor een hele grote uitdaging staat, dan voelt het onmogelijk soms. Het lijkt soms zo onmogelijk. Maar jouw geloof zegt dan, het is wel mogelijk. In Markus 10, vers 27, daar staat, en Jezus zegt dit zelf, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En is dat dan echt zo? Is het echt zo? Zijn bij God echt alle dingen mogelijk? Want ik voel dat niet. Het lijkt niet zo. De omstandigheden zeggen dat niet. Ik voel me totaal anders. Het voelt zo onmogelijk. Maar God zegt het in zijn woord. Bij de mensen is het inderdaad onmogelijk, maar niet bij God. Bij God zijn alle dingen mogelijk. En dat mogen we dan opstaan. En denk dan bijvoorbeeld aan het verhaal van Abraham en Sara. Ze dachten dat het onmogelijk was om een zoon te krijgen die de verbondslijn kon doorzetten. Maar God spreekt meerdere keren in de Bijbel dat het wel mogelijk is. Hij zegt bijvoorbeeld in Genesis 18 vers 14. Zou er iets te wonderlijk zijn voor de Heere? Zou er iets te wonderlijk zijn? Zou er iets te onmogelijk zijn voor de Heere? En door de hele geschiedenis heen is dit wie God is en hoe hij laat zien dat er niets onmogelijk is, ook niet in jouw leven. Maar misschien voel je je wel uitgeput. Je hebt geen kracht meer om door te gaan. Elke dag weer opstaan, naar je werk, schooltassen klaarmaken, familieproblemen die je dan weer tegemoet komt, je gezin, je kinderen in het gareel houden en opvoeden en ze ook nog de Bijbelse principes leren. Je moet ook nog misschien een leuke partner zijn. Je moet carrière maken. Je moet toetsen en tentamens maken. En vergeet ook niet je social life. Je moet je vrienden ook nog onderhouden. Je kan soms zo uitgeput raken van het leven. Zo uitgeput van alle dingen die je maar moet doen. Je voelt je dan uitgeput. Maar God zegt vandaag tegen jou, ik ga jou nieuwe kracht geven. In Jesaja 40, vers 31 staat, maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe willen. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken. Dit zijn de beloftes die God geeft in zijn woord. Je zal niet uitgeput raken als je op hem vertrouwt. Dus als je je uitgeput voelt en dat is wat jouw gevoel zegt. Ik ben zo uitgeput en dan begint de dag nog.
dan zegt jouw geloof, God gaat mij nieuwe kracht geven. Vandaag weer een nieuwe dag. Ik ontvang nieuwe kracht. Nou, misschien voel je weinig of voel je eigenlijk helemaal geen liefde. En je gevoel zegt eigenlijk, niemand houdt van mij meer. Maar God zegt in Hooglied 6 vers 3, ik ben van mijn liefste. En mijn liefste is van mij. God zegt, ik ben van mijn liefste, dat ben jij. God zegt, ik ben van mijn liefste en dat ben jij. En mijn liefste is van mij, de volheid, de compleetheid, de onbegrensde, ongelimiteerde liefde die God in zich heeft, die geeft hij aan jou. Hij houdt van jou. En niet alleen zijn liefde, maar hij geeft zichzelf. Hij zegt, ik ben van mijn liefste. Hij geeft zichzelf aan jou. Dat betekent alles wat hij is, dat geeft hij aan jou. Zijn trouw, zijn geloof, zijn waarheid, zijn kracht, zijn genezing, zijn vrijheid, zijn overwinning, zijn richting, zijn leven. Hij geeft het aan jou. Dus als het voelt dat niemand meer van jou houdt en dat je er alleen voor staat, weet dan dat God van jou houdt. In Romeinen 8 vers 37 vers 39 staat, maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars. Dankzij hem die van ons houdt. Hij houdt van jou en daarom mag jij een overwinnaar zijn. Ook al voelt je helemaal niet als een overwinnaar. Jij mag een overwinnaar zijn, want hij houdt van jou. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen engelenmacht, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus, onze Heer. Niets kan jou scheiden van Gods liefde. Dus als jij het gevoel hebt, niemand houdt meer van mij, niks kan jou scheiden van Gods liefde. Misschien heb je wel liefde gemist in het opgroeien als kind of als tiener. Of in je leven, dat je eigenlijk die liefde zo gemist hebt en niet beantwoord hebt gekregen. En misschien is dat iets uit jouw verleden, wat zelfs nu in jouw toekomst nog elke keer weer terugkomt in problemen. En hoe je dat dan aanpakt, omdat je eigenlijk zo een gemis van die liefde hebt. Ik wil jou vandaag vragen, durf jij ook hier God te geloven? Dat hij die liefde, die jij misschien jaren terug gemist hebt, dat hij die wil beantwoorden voor jou. Durf jij God daarvoor te zoeken? Want ik wil tegen jou zeggen, als dat gevoelens zijn waar jij mee worstelt, dat niemand meer van jou houdt, dan wil God die voor jou opvullen. Hij wil elke plek van liefdesverdriet en liefdesgemist in jouw hart vullen. Nou, misschien voel je, ik kan gewoon niet meer doorgaan. Sorry, mag ik mijn flesje water? Misschien voel je gewoon, ik kan niet meer doorgaan. En je leven voelt als een woestijn. Je weet de weg niet meer. Je weet niet meer waar je naartoe moet. Je weet niet meer de richting die je moet gaan. Je weet niet meer het pad wat je moet lopen. En je bent misschien zo op zoek naar een bron van stromend water. Je voelt gewoon, ik kan niet meer doorgaan. Dan staat er in Jesaja 43 vers 19, let op, en dat staat er ook echt, let op, ik ga nieuwe dingen doen, zegt God. Als jij niet meer weet hoe je door moet gaan, God zegt, let op, ik ga nieuwe dingen voor jou doen. Nu gaat het beginnen, let goed op, zegt God. Ik zal een weg maken in jouw woestijn. Ik zal rivieren maken in jouw wildernis. Wat een belofte, dat God niet achterblijft, maar God gaat juist vooruit. Als jij het gevoel hebt dat je niet meer door kan gaan, omdat je in die woestijn zit, God gaat voor jou uit en hij gaat nieuwe dingen doen. Hij zegt, let op, ik ga nieuwe dingen doen. Maar dan sta je daar en je gevoel zegt, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet gewoon letterlijk niet meer wat ik moet doen. Dan zegt Spreuken 3 vers 6, overleg al je plannen met hem. Dan zal hij je leven leiden. Jij weet het niet, maar God weet het wel. Dat is zo mooi dat wij een alwetende God hebben. Als jij voelt, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik weet het gewoon niet meer. Ja, ik leef en ik doe het, maar wat moet ik doen?
overleg dan al jouw plannen met God. Overleg al jouw gedachten. Heer, wat denkt u? Zal ik dit doen? Moet ik dit doen als u een probleem moet aanpakken? Heer, denkt u dat ik naar die persoon moet gaan of moet ik zo? Overleg al je plannen met God. Dat doe je in jouw gebed, in jouw gebedsleven, waar je dan God verzoekt. Dan overleg je gewoon al je plannen met God. Zoals je zou praten met iemand die je heel erg vertrouwt. Zo kan je gewoon praten met God. Want God wil ook tot jou praten. En je kan echt al je plannen met hem overleggen. Al je vragen om bepaalde plannen of om bepaalde dingen te gaan doen. Je kan het allemaal met hem overleggen. En hij wil jouw leven leiden. Nou, naar God luisteren, want hij zal dan jouw richting geven. Je hebt het gevoel dan van, oké, God geeft mij richting. Dat moet ik doen. En door het geloof wil je dat dan gaan doen? Dat kost moed. Naar God luisteren kost vaak moed. Moed om de controle los te laten en helemaal te vertrouwen op zijn plan voor jouw leven. Op zijn richting die hij op dat moment geeft. Op zijn, dat hij zegt in het woord, hij zal jouw leven leiden. Daar moet je dan op vertrouwen. En daar moet je moedig voor zijn. Want je hebt dus niet alles in je eigen controle. Maar je geeft het aan hem. Je vertrouwt hem. Als je het zelf niet meer weet, God zegt niet, ja, je weet het wel. Nee, God zegt, overleg het met mij. Dan zal ik jou leiden. Dus dat is iets wat je heel praktisch kan doen in je leven. Door gewoon met God te praten en je plannen te overleggen voor die dag. Dan zal God je leven leiden. Nou, dan moet je dus iets gaan doen. God leidt jouw leven. Je moet wat gaan doen. Maar dan zeg je, ik kan dat niet, Heer. Ik kan dat niet. Je gevoel zegt, dat kan je niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Nou, wat? Dit gevoel, ik denk dat dit bijna wel dagelijks bij iedereen opkomt. Ik kan het niet. In ieder geval bij mij zo vaak dat ik dit gevoel heb gehad. Heer, ik kan het niet. Heer, ik kan dit niet. Ik weet nog, toen ik begon met werken op het zendingskantoor aan de overkant. Aan het allerbegin mocht ik gelijk de events organiseren. En toen waren de events nog in het congresgebouw. Wie kent nog het congresgebouw? Ja, oké. Het heet het World Forum, maar voor ons blijft het altijd het congresgebouw. Daar hadden we dan bijvoorbeeld een heel paasweekend. Nou, dat gebouw is ontzettend groot. Voor mijn gevoel veel groter dan dat het hier is. En ik mocht dus toen de events al gaan organiseren. Wat ik nu nog steeds doe, ik mocht dat toen ook doen. En ik begon, ik was sowieso jong. Jonger dan dat ik nu was. En voor mij voelde dat zo groot en zo overwhelming. En ik liep daar met mijn mapje en alles hoe ik dacht dat ik dat moest doen. Maar het was zo groot, het was zo overwhelming. Dat ik eigenlijk ook voor mij, ik dacht, ik kan dit niet. En voor iedereen die het ook kent, we hadden een artiestenuitgang. Ja, backstage hadden we een artiestenuitgang. En ik weet nog dat ik zelf gewoon midden tijdens het event daar naar buiten ging lopen. Want daar waren niet echt heel veel mensen. Eigenlijk daar stond meer de opslag, de auto's, de vrachtwagens, de karren. En dat ik gewoon daar bij een auto ging staan. En dat ik gewoon begon te huilen. Heer, ik kan het niet. Ik kan dit niet. Heer, ik kan het niet. Nou, daar stond ik dan huilend. En weet je, God zei niet tegen mij, Alissa, jij kan het wel. Alissa, jij kan dit. Jij kan dit. Zo heb je toch vandaag ook motivationals. Hoe dan mensen jou motiveren. Je kan dit. Maar dat is niet wat God zei. God zei eigenlijk, zoals in Filippenzen 4 vers 13 staat. Jij kan alle dingen aan dankzij Jezus die jou daarvoor de kracht geeft. Dus als jij het gevoel staat voor iets en dat je het gevoel hebt, ik kan dit niet, dan wil ik tegen jou zeggen, je kan het wel door Jezus die jou daarvoor de kracht wil geven. Daarom, in zijn kracht moeten we leven. En in zijn kracht kan je het wel. En dan moet je dus je hart, waar je gevoelens zijn van ik kan het niet, moet je dus je verstand oproepen om je hart te overtuigen. Ik kan het omdat Jezus mij de kracht geeft. Ik kan het omdat Jezus mij zal helpen. En zo roep je dus je verstand op waar je geloof zit, om je hart te overtuigen van jouw geloof. Nou, is het dan wel allemaal waard? Alles waar je doorheen moet gaan. Krijg je zo'n gevoel, het is het niet waard. Is het het wel waard? Je krijgt zulke gedachtes, zulke gevoelens. Is het het wel waard, zegt je gevoel.
Ik doe altijd zoveel goede dingen voor anderen. Ik ben altijd zo behulpzaam. Ik word nooit agressief. Ik leef rein en heilig voor Jezus. Terwijl anderen om mij heen dat helemaal niet doen. En zij lijken toch ook echt wel een prima leven te hebben. Ik scheld niet. Ik probeer altijd behulpzaam te zijn. Ik probeer altijd mijn taken te doen. En eigenlijk als andere mensen afzeggen of tekortschieten, dan sta ik ook weer altijd klaar. Maar is het allemaal wel waard? Nou, zo'n goddelijk principe wat wij geleerd hebben, is wat je zaait, dat zal je oogsten. En als je deze goede dingen blijft zaaien, dan zal je ook gaan oogsten. Dus geef niet op. In Galaten 6 vers 9, daar staat, laten we nooit stoppen om goed te doen. Want uiteindelijk zullen we daarvan de zegen oogsten. Dus je zal de zegen oogsten. Als je rein en heilig blijft leven. Je zal de zegen oogsten. Als je blijft dienen en blijft klaarstaan. En blijft leven naar Gods wil in jouw leven. Je zal de zegen oogsten. Maar, staat erachter, dan moeten we wel doorzetten. Dus je moet doorzetten. Je moet blijven doorzetten. Je moet blijven goed doen. Je moet blijven rein en heilig leven. Je moet geen compromissen maken. Je moet blijven dienen. En dan zal ik jou beloven, omdat het in Gods woord staat. En daar kunnen wij ook op staan. We kunnen staan op zijn woord. Dan zullen we ook oogsten. Geloof dat. Ook al zegt jouw gevoel, het is het misschien niet waard wat ik allemaal doe. Maar dan zegt jouw geloof, ik zal de zegen oogsten. Ik zal de zegen oogsten. En daarom blijf ik doorgaan. Daarom blijf ik dienen. Daarom blijf ik rein en heilig leven. Maar misschien heb je in het verleden wel echt dingen gedaan. En dat je eigenlijk helemaal niet daar zoveel kracht uit gaat. Om elke keer gaan je gedachten daarnaar terug. Ik kan mezelf niet vergeven, voel je dan. Maar je hebt dingen gedaan die niet naar Gods wil zijn. Maar ook dit kan toch elke keer weer terugkomen in jouw toekomst. Dingen die je in het verleden hebt gedaan. En ook al heb je misschien wel vergeving gevraagd, toch kan het weer terugkomen in jouw toekomst. En dan heb je bij jezelf het gevoel, ik kan mijzelf eigenlijk niet vergeven voor dat wat ik heb gedaan. Maar vandaag wil ik tegen jou zeggen, God wil jou vergeven. En daarom mag jij jezelf ook vergeven. In Hebreeën 8 vers 12 staat, ik zal al je ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken. Ik zal er zelfs niet meer aan denken, zegt God. Dus waarom zou jij het wel in je toekomst blijven aanhalen in je gedachtes? Dat hoeft niet. God zegt, ik zal jou vergeven en ik zal er niet meer aan denken. Dan hoef jij dat ook niet te doen. En ik denk, als er één persoon uit de Bijbel is die altijd zo zijn gevoel naar voren legt, maar dan ook daarna de geloofstaal, dan is het David wel. Lees de psalmen. En heel vaak is dat ook echt precies hoe jij je kan voelen op dat moment. Nou, David had ook zo'n moment dat hij zijn zonde wilde verbergen tegen God. Misschien durf jij niet eens naar God meer te gaan door dingen die in je verleden zijn gebeurd. Nou, in Psalm 32 vers 5, daar staat een langer stuk, maar ik wil het toch lezen. Want dit is wat David zegt. Eerst zweeg ik tegen God over de dingen die ik verkeerd had gedaan. Maar ik kan er niet meer tegen. De hele dag schreeuwde ik het uit. Want dag en nacht voelde ik dat u boos op mij was. Ik voelde me zo uitgedroogd als een plant in het hete, droge zomer. En soms verberg je het, probeer je het zo te verbergen voor God. Maar het voelt helemaal niet fijn. Je voelt je ook helemaal niet blij. Je hebt helemaal geen vrede, je hebt helemaal geen rust. Nou, het geheim vertelt hij daarna in vers 5. Maar tenslotte vertelde ik u dat ik u ongehoorzaam was geweest. Ik verborg niets voor u. Ik vertelde u alles wat ik verkeerd had gedaan. En toen vergaf u het mij. En u deed mijn schuld weg. Als je dingen hebt gedaan die niet naar Gods wil zijn, keer je dan juist niet van God af. Ga juist in jouw gebrokenheid, in dat gevoel wat je hebt, ga in jouw gebrokenheid naar hem toe. Bekeer je ervan, dan zal hij je vergeven en dan zal hij er ook niet meer aan denken. Maar ik ben bang, zegt je gevoel. God zegt in 2 Timotheüs 1 vers 7, ik heb jou geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht. Soms heb je het gevoel dat je bang bent. Je moet iets doen of ja, voor dingen om je heen. Je hebt angst. Maar God zegt, ik heb jou geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht. Angst en vrees zijn niet van God.
En vanuit die angst heb je misschien ook het gevoel dat je wilt vluchten op bepaalde momenten in je leven. Nou, naar wie vlucht jij dan als jij bang bent? Of naar wat vlucht jij dan als jij bang bent? Vlucht net zoals Elia ver weg de woestijn in? Of vlucht je naar God? Het kan soms zo makkelijk zijn om te vluchten. Om weg te rennen van de situatie en weg te rennen van God. Maar God wil jouw toevlucht zijn. Zoals David schreef in de psalmen. De Heere is mijn veilige vesting geweest. Mijn God is mij tot een rots geweest. Mijn toevlucht. Dus als je wil vluchten, vlucht dan in de armen van God. Want Hij wil jou helpen. Maar ik kan dit niet aan, zegt je gevoel. Zoveel zorgen. Zoveel mensen die afhankelijk van mij zijn. Ik kan het niet aan. Wie zorgt er nog voor mij? Psalm 55, vers 23 zegt: geef al je zorgen aan de Heer en Hij zal voor jou zorgen. Het zijn van die momenten dat er inderdaad geen mensen meer voor jou kunnen zorgen, omdat je zo diep eigenlijk in de situatie zit of zo diep in je gevoel zit. En dat mensen je echt letterlijk ook niet kunnen helpen. Maar Jezus kan het wel. Hij wil jou wel helpen. En in die momenten dat alleen Jezus voor jou kan zorgen, dan zal Hij ook voor jou zorgen. Ook al heb je het gevoel, niemand zorgt voor mij en ik kan dit niet aan. Met Jezus kan je het wel aan, want Hij zal voor jou zorgen. En de Bijbel zegt ook, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Ben bezig met dat wat God vandaag voor jou aan het doen is. Dus als je gevoel zo overwhelming dat je het niet meer aan kan van alle zorgen die je maar hebt, Jezus wil jou helpen en Hij wil jouw toevlucht zijn. Ik ben niet slim genoeg, ik ben niet wijs genoeg, zegt je gevoel. God zegt in Spreuken 2 vers 6, ik zal je wijsheid geven. Nou, Noach zit in groep 4 en hij houdt heel veel van rekenen, heel veel van sudokus maken. Daar is hij goed in, dus dat vindt hij leuk om te doen. Maar als ik hem wat geef van taal of spelling, dan liever niet. Daar is hij niet zo goed in. En dan uit hij dat ook. Soms in boosheid, soms in verdriet, soms op een andere manier. Soms kunnen we ons gevoel zo uiten op een manier dat we het niet eens zo bedoelen. Maar we verbergen eigenlijk dat wat ons gevoel zegt. Ik voel me niet slim genoeg daarvoor. Ik voel me niet wijs genoeg daarvoor. En zo jong dus eigenlijk al, Noah is 7. Zo jong kunnen die gevoelens al zo mens eigen zijn. Maar ik denk dat ook al dat je groter wordt, die gevoelens heb ik vaak ook. Dus het maakt niet uit hoe jong of hoe oud je bent. Gevoelens komen tot je en met je gevoel, daar moet je dus wat mee doen. En in Jacobus 1 vers 5, daar staat: komt één van u wijsheid tekort? Kom je soms wijsheid tekort? Kom je soms wijsheid tekort? Dat is een vraag. Er staat in het woord: komt één van uw wijsheid tekort, vraag God erom. Die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal Hij u wijsheid geven. Je moet er wel om vragen. Je moet in je relatie met God er wel om vragen. Heer, ik voel me niet wijs genoeg, maar wilt u mij wijsheid geven? En dan zal Hij dat ook doen, zoals er staat. In vers 6 staat er nog achteraan dat Hij je dus wijsheid voor geeft. Dan staat er, maar je moet daar wel vol geloof om bidden, zonder te twijfelen. En het geloof waar we het over hadden, dat was zonder te twijfelen. Dus van al die dingen, je moet God er wel om bidden. Je moet God erom vragen, dan zal Hij het je ook geven. Maar vol geloof, niet vol met het vertrouwen op je gevoel. Nee, vol geloof, dat God het je ook zal geven. En dat betekent met die zekerheid en met die overtuiging dat Hij je dan ook die wijsheid daarvoor zal geven. Ik ben helemaal alleen. Dat is eigenlijk het laatste gevoel waar ik het ook nog vandaag over wil hebben. Dat je je zo alleen kan voelen. Ook al zijn er misschien heel veel mensen om jou heen. Dan toch kan je soms zo alleen voelen. Je gevoel. Misschien is het dus niet zo, maar het voelt wel zo. Zo eenzaam voelt het ook. Maar je bent niet alleen. Je bent nooit alleen.
Waar staat dat? In Hebreeën 13, vers 5. Daar zegt God, ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten. Dus ook al voel je je zo alleen. Ook al voel je je zo eenzaam in jouw situatie om alles op te lossen. Ook al voelt het alsof je er helemaal alleen voor staat in het leven. Je bent niet alleen. Want God zegt, hij zal jou nooit in de steek laten. Hij zal je nooit verlaten. En als jij je soms zo voelt, dan bid ik echt dat je echt God zal ervaren in je leven. Dat je mag weten dat hij echt bij jou is. Dat hij in je hart woont. Dat je mag weten dat je niet alleen bent. Want God ziet jou. God ziet jou in je moeilijkheden. God ziet jou in je gevoel. Hij houdt van je en hij is bij je. Je bent niet alleen. En met al deze Bijbelteksten, al deze gevoelens, zegt God dus zo vaak wat anders als dat wij ons voelen. Dus hoe kun je nou je verstand oproepen om je hart te overtuigen van je geloof? Hoe doe je dat nou? Misschien denk je, ja, dit klinkt zo fijn. Ik wil dat ook. Maar Alyssa, hoe doe ik dat? Hoe overtuig ik mijn hart, mijn gevoel van het geloof? Nou, heel praktisch. Vul je hele ziel, je hele geest, je hele lichaam met geloofstaal. Als er één keyword is vandaag, dan is het geloofstaal. Elke dag opnieuw moet jij geloofstaal uitspreken. Als je zo'n gevoel krijgt, ik ben alleen, ik voel me alleen, ik kan het niet aan, ik ben bang. Als je zo'n gevoel je grijpt, als je zo'n gevoel grijpt, dan moet je je vullen met geloofstaal. Dan zeg je de dingen die God zegt in zijn woord. Dan beleid je deze Bijbeltekst. En daarom is het ook zo goed om je Bijbel te lezen. Zodat je die geloofstaal leert te praten. Misschien leer je dat niet van je ouders. Misschien heb je dat nooit geleerd. En misschien leer je het je kinderen ook niet. Maar jij kan het wel leren uit de Bijbel. Want de Bijbel staat vol met geloofstaal. En als jij die geloofstaal leert, lees de psalmen. Je leest continu wanneer David die geloofstaal uitspreekt. Je moet die geloofstaal elke dag. Als zo'n gevoel tot je komt, dan spreek je dat uit. Als je alleen voelt, dan zeg je nee. Heer, ik ben niet alleen, want u bent met mij en u zorgt voor mij. U zegt in uw woord, u zal mij nooit verlaten. U zal mij nooit in de steek laten. Zo wilt God altijd bij jou zijn, als jij die geloofstaal zegt. En soms moet je dat wel 1000 keer op een dag doen. 1000 keer diezelfde geloofstaal spreken, zodat je niet onder dat gevoel gevangen blijft. Maar dan blijf je die geloofstaal spreken. En misschien een paar dagen later is het nog maar 500 keer. En elke keer zal het wat minder worden, omdat je leeft in die geloofstaal. Omdat je elke keer je verstand oproept om je hart te overtuigen van dat geloof. En van 500 keer wordt het misschien weer iets minder. En als je zo door blijft gaan met het geloofstaal spreken, dan zullen die emoties veel minder de overhand krijgen in jouw leven, omdat je leeft in die geloofstaal. En dat geloof, dat zal je ook dan zien. Als jij het woord van God en die geloofstaal leven inspreekt, dan zal je ook zien dat het andere dingen in jouw leven gaat doen. En dat je er anders met de situatie omgaat. En dat je de Heere God echt jou laat leiden. En soms moet je dus dat hardop gewoon zeggen. Als je naar onderweg bent en je krijgt zo'n gevoel, dan zeg je dat gewoon hardop. Maar als je ergens bent waar je niet hardop kan praten, dan zeg je het in je denken. In je denken kan je ook geloofstaal spreken. En dan zo zal je merken, misschien een paar weken of een paar maanden later, hey, dat gevoel heb ik eigenlijk lang niet gehad. Dat gevoel van die angst of dat ik alleen voelde, dat gevoel heb ik eigenlijk lang niet gehad. En dan prijs je de Heer. Want je weet dat wat jij voelt, dat niet de werkelijkheid is. Want wat wij geloven, wat God zegt over jou, dat is de waarheid. Nou, ik wil vandaag eindigen met een gebed. Dus wil je ogen sluiten. Als jij zulke gevoelens hebt, en dat je het soms, dus wat ik heb gezegd, dat je het gevoel hebt dat je het niet aan kan. Dat je het gevoel hebt dat het allemaal te veel is. Dat je er alleen voor staat. Dat je je alleen voelt. Het gevoel dat je bang bent. Al die gevoelens. Dat je niet slim genoeg bent. Dat je niet wijsheid, dat je niet wijs genoeg bent. Als jij zo'n gevoel hebt, en ook als je thuis op de livestream kijkt, als jij zo'n gevoel hebt, dan wil ik vandaag voor jou bidden. Leg dan als teken daarvan je hand op je hart, daar waar je je gevoelens voelt. En dan zal ik voor jou bidden. Heer, ik dank u dat we hier vandaag in uw huis mogen zijn, Heere.
En Heere, u zegt vandaag tegen ons dat we niet alleen zijn. U zegt vandaag tegen ons dat u met ons bent. Dat u voor ons uitgaat. Dat u nieuwe dingen gaat doen. Dat u ons nieuwe kracht gaat geven. En Heere, u weet dat we al een lange tijd misschien struggelen met dit gevoel. Geestelijk en emotioneel. En de omstandigheden die zeggen wat anders. Maar de Heere ziet jouw hart en hij ziet dat je een goed hart hebt. En de duivel heeft zo vaak geprobeerd om je wanhopig te maken. Maar toch sta jij overeind. Je staat overeind. Je bent er nog. Je staat overeind in het midden van jouw stormen. Je bent nog steeds hier, zegt God, omdat ik bij jou ben. Omdat ik jou niet zal verlaten. Omdat ik jou niet in de steek zal laten. Jij zal succes hebben. Geen enkel wapen die de duivel tegen jou zal inzetten. Of jouw gevoel naar voren wil brengen dat dat de waarheid is. Zal succes hebben. Wees niet bang, zegt God. Want ik ben met je. En ik ga de dingen omdraaien. Ik ga je zegenen. Zie het? Ik ga nieuwe dingen doen. Let op. God gaat nieuwe dingen doen. God gaat je zegenen. Dus als jij dat gevoel hebt, geef je helemaal aan de Heere vandaag. Laat het gevoel los. Ook al zeggen de omstandigheden wat anders. En spreek geloofstaal uit. En Heer, iedereen die zijn hand op zijn hart heeft. Ik bid, Heere, dat u die geloofstaal binnenin ons zal opborrelen. Dat we nog meer elke dag opnieuw die geloofstaal zullen uitspreken. En dat we zullen zien, Heere, dat u aan het werk bent. En u bent nieuwe dingen aan het doen. En u bent ons leven, Heere. U bent er helemaal in bezig. Want wij leven naar uw wil. En we geloven dat u ons zal zegenen daarvoor. Hou vast aan je geloof. En spreek je geloof elke dag uit. In Jezus' naam. Amen. We hopen dat deze boodschap jou heeft bemoedigd. Wil jij de Johan Maasbach Wereldzending steunen? Klik dan op de Geef Online button. Zo help jij mee om de wereld te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Blijf connected en abonneer je op ons YouTube kanaal, zodat je geen enkele video mist. Deel dit ook met jouw vrienden en familie en join us live elke zondagochtend om 10:30. Bedankt voor het kijken en God bless!